controle. De EHBO-afdeling Wildervank organiseert regelmatig reanimatiecursussen. Door Zijlstra geeft deze cursussen en zij is werkzaam bij de ambulancedienst. Door, jij geeft cursus reanimatie aan de EHBO-vereniging Wildervank. Daar gaan we straks even naar kijken, maar ik ben dus heel erg benieuwd. Wat doe je nu als je in de winkelstraat loopt en er wordt iemand onwel? Ja, dat kan gebeuren. Wat doe je als iemand onwel wordt? Stel dat je inderdaad in de winkelstraat loopt, iemand wordt onwel, valt op de grond. Het eerste wat je doet is kijken of iemand aanspreekbaar is, of die reageert op jouw aanspreken, of die reageert op voorzichtig schudden, op bewegingen die je maakt. Als dat niet zo is, ga je kijken of iemand ademhaling heeft. Dat doe je door te kijken of de borstkas omhoog komt, door te kijken of je ademhaling hoort. Heeft die geen ademhaling, kun je dus niet de ademhaling constateren. Dan heeft iemand een circulatiestilstand en bij een circulatiestilstand zal er gereanimeerd moeten worden. Op dat moment is het de bedoeling dat er 112 gebeld wordt. Dat kun je zelf doen, maar je kunt ook een omstander vragen om dat voor jou te doen. Heb je dat gedaan, dan begin je met reanimeren. Tegenwoordig zijn de richtlijnen zo dat je 30 keer hartmassages doet en 2 keer beademt. En dat hou je sowieso 2 minuten vol en dan laat je door iemand anders overnemen. Laat je door iemand anders overnemen die dat ook kan. Moet dat altijd iemand zijn die een EHBO-diploma heeft? Wij trainen mensen erop om op een effectieve manier de hartmassages en de beademingen toe te passen. Dus in die zin zou ik zeggen ja. Maar dat neemt niet weg dat als je geen reanimatiediploma hebt, geen EHBO-diploma, dat je dat niet mag doen. Als je iets doet, is het altijd beter als dat je niets doet. Nee. Reanimeren. Tegenwoordig heb je dus ook de defibrillator. Wat betekent dat in de hulpverlening? De defibrillator, ik denk dat je de AED bedoelt, dat is de automatische externe defibrillator. Die kan een stroomstoot toedienen aan een patiënt die onwel is geworden, in dit geval een circulatiestilstand heeft. Deze zal een stroomstoot toedienen alleen maar op het moment dat het hart dat nodig heeft, dus dat is niet bij iedereen. Maar dat zal het apparaat zelf uitmaken, die zal zelf constateren of dat nodig is of niet. Het enige wat jij moet doen is de knop indrukken op het moment dat het apparaat zegt dat je dat moet doen. Hij geeft dan een stroomstoot aan het hart, waardoor de bedoeling is dat het hart het ritme zelf weer op gaat pakken. Wat is nu het allerbelangrijkste op het moment dat iemand onwel wordt? Zorgen dat je dus een AED krijgt of reanimeren? Altijd reanimeren, dat is het allerbelangrijkste. Dan zijn de overlevingskansen gewoon zoveel groter als dat je niks doet. Daarnaast is het van belang dat je de AED zo snel mogelijk ter plaatse hebt, want daarmee vergroot je de overlevingskansen alleen maar meer. Dus in eerste instantie zeg ik reanimeren en vragen of er een AED kan komen. Maar het allerbelangrijkste, reanimeren. Absoluut. Oké, we gaan nu kijken naar de cursus die je dus onlangs hebt gegeven in Wildervank. Tijdens de cursus reanimeren doet Door alle handelingen voor en mogen alle cursisten deze herhalen. Bel 112, zeg dat ik aan het reanimeren ben, dan vraag ik naar de Wildervank en kom je terug. Ga je zo.
En aan de beelden ziet u dat het redden van een mensenleven niet echt moeilijk is. In de buurt blijven. Dag 112, zeg dat ik ga reanimeren. Ik ben op de vijfde laan in Wildervaart. En tijdens een cursus reanimeren van de EHBO in Wildervang leert iedereen dan ook goed reanimeren. En tijdens de cursus reanimeren krijgt men ook uitleg over het gebruik van de AID. Vorige keer heb ik verteld dat de AID... Wat is er gebeurd? Blijft u in de buurt? Zeggen dat ik aan het reanimeren ben aan de vijfde laan in Wildervang. Zeg dat een AID aanwezig is en kom je dan terug? Trainingsgebruik. Roep om hulp. Verwijder elektroden uit verpakking aan achterkant apparaat. Bevestig elektroden op ontblote borst zoals afgebeeld. Bevestig elektroden op ontblote borst zoals afgebeeld. Bevestig elektroden op ontblote borst, zoals afgebeeld. Analyse hartritme. Raak de patiënt niet aan. Schok geadviseerd. Bezig met opladen. Houd afstand. Druk op knipperende schokknop. Schok 1 toegediend. Het is veilig de patiënt aan te raken. Start nu reanimatie. Ga door. Ga door gedurende 1 minuut en 45 seconden. Roep om hulp. Verwijder elektroden uit verpakking aan achterkant apparaat. Bevestig elektroden op ontblote borst zoals afgebeeld. Bevestig elektroden op ontblote borst zoals afgebeeld. Bevestig elektroden op ontblote borst zoals afgebeeld. Bevestig elektroden. Analyse hartritme. Raak de patiënt niet aan. Schok geadviseerd. Bezig met opladen. Houd afstand. Druk op knipperende. Schok 1 toegediend. Het is veilig de patiënt aan te raken. Start nu reanimatie. Door. Ga door gedurende 1 minuut en 45 seconden. Ga door. Roep om hulp. Verwijder elektroden uit verpakking aan achterkant apparaat. Bevestig elektroden op ontblote borst zoals afgebeeld.
Bevestig elektroden op ontblote borst zoals afgebeeld. Analyse hartritme. Raak de patiënt niet aan. Schok geadviseerd. Bezig met opladen. Houd afstand. Druk op knipperende schokknop. Schok 1 toegediend. Het is veilig de patiënt aan te raken. Start nu reanimatie. Roep om hulp. Verwijder elektroden uit vertakking aan achterkant apparaat. Bevestig elektroden op ontblote borst zoals afgebeeld. Bevestig elektroden op ontblote borst zoals afgebeeld. Bevestig elektroden op ontblote borst zoals afgebeeld. Analyse hartritme. Raak de patiënt niet aan. Schok geadviseerd. Bezig met opladen. Houd afstand. Druk op knipperende schok 1 toegediend. Het is veilig de patiënt aan te raken. Start nu reanimatie. Bekend dat er nog nieuwe cursussen komen? Ja, dat klopt. Begin november willen we beginnen met een nieuwe EHBO-cursus. Die omvat 15 lessen en dus inclusief de reanimatie en de AED. Alleen reanimatie is natuurlijk ook nodig, ook mogelijk alleen reanimatie en de AED. Je kunt je opgeven bij Harry. Hij zal het telefoonnummer straks noemen van Harry zelf en van Roel van der Laan die het organiseert. De telefoonnummer van de nader is 0598-395186 en die van mezelf dat is 622741. Kun je ze nog één keer herhalen? 0598-395186, dat is van de Laan en van mezelf is 622741. Ik hoop dat er na aanleiding van deze oproep heel veel mensen zijn die zich opgeven voor een nieuwe cursus. Want we hebben gezien dat reanimatie heel, heel erg belangrijk is. Absoluut. En mensen die zich al hebben opgegeven, die moeten even weer contact opnemen voor nieuwe gegevens. Tot zover onze reportage over de cursus reanimeren bij de EHBO-vereniging in Wildervank.